Heel Europa heeft gestreden voor de finale ronde van het EK Volleybal 2013 voor mannen. 16 teams hebben het gehaald. Nu is het tijd om de beste te vinden. Denemarken en Polen organiseren samen het 28e Europese volleybalkampioenschap. Beide landen hebben eerst twee pools. In Polen wordt er gespeeld in Gdansk en Gdynia en in Denemarken in Odense en Herning. De play-offs en kwartfinales worden gespeeld in Aarhus en Gdansk. Dan zullen de beste vier teams naar Kopenhagen reizen. Kopenhagen is makkelijk te bereiken vanuit Europa. Of je nu reist met het vliegtuig, de trein, bus, ferry of auto. Het is ook simpel om accommodatie te vinden in Kopenhagen. De stad heeft alles, van 5-sterren hotels tot campingplaatsen en hostels. De halve finale en de finale in parken in Kopenhagen worden legendarisch. Het is de thuisbasis van het nationale voetbalelftal en artiesten zoals Madonna, Justin Bieber en T-Dep traden hierop. Nu is het tijd voor volleybal. Het EK Volleybal 2013 gaat over meer dan wereldklasse volleybal. Het is één groot feest voor alle volleybalfans in Europa. Er komt een grote fanzone in parken met muziek, entertainment, eten, drinken en volleybalfans vanuit heel Europa. Zorg dat je erbij bent en mis het legendarische sportevent niet. Koop je ticket nu en voor meer info check je www.eurovolley2013.dk.